economie. Wat ons grote probleem is, is de inefficiëntie van onze overheid. Ja. Je kunt daarover 20 studies geven. Ik kan terug één voorbeeld geven. Ik ga terug Belgacom nemen. Je hebt het Belgacom pensioenfonds gepakt. Moest het Belgacom pensioenfonds vandaag bestaan, niet in de bodemloze put gegooid worden om de begroting in evenwicht te werken, dan had dat 1 miljard euro meer opgebracht. Vandaag zijn die berekeningen uitgekomen. Maar dat was een pensioenfonds met 50% obligaties, 50% aandeel. Wat heeft de overheid gedaan? Opgepakt om zijn schulden te gaan verlossen. En de lasten daarvan teruggelegd op onze kinderen in de toekomst. Die nog altijd meer en meer belastingen moeten betalen om minder en minder. Mevrouw Genet, wat ik hier hoor, als je het zo doet, is er zeker geen extra geld voor lastenverlagingen. Ja, maar ik zou absoluut niet willen pleiten om weer opnieuw meer schuld te maken, meneer De Dekker. Ik denk dat dat nu net de fout uit het verleden was. Ik ben blij dat we met deze regering aan schuldafbouw hebben gedaan, dat we reserves voor de pensioenen via het zilverfonds aanleggen. En wat mij betreft en mijn partij, zal er in de toekomst ruimte zijn voor een selectieve lastenverlaging. Selectief, waarom zeg ik dit? Niet lineair, niet aan iedereen geld uitdelen, ook aan die het niet nodig hebben. Wat moeten wij als Vlamingen, als Belgen, wat hebben wij nodig? Meer mensen aan het werk. En dan heb ik het effectief over de werkbonus die we hebben ingevoerd, over die uitbreiden. Dan heb ik het ook over de verhoging van de forfaitaire beroepskosten. Ja, en dan heb ik het ook om het zwartwerk bijvoorbeeld aan te pakken in sectoren als bouw en horeca, waar dat nog altijd veel te zwaar is. Dan heb ik het ook over forfaitaire belastingen, ja, eerder dan elk individueel extra personeel. Is het niet eenvoudiger dan dat? Als we nu eens een behoorlijk ministerie van Financiën zouden hebben, dat zou ook al veel helpen, denk ik. Absoluut. En ik denk dat we daar moeten zeggen dat de minister van Financiën, bijgestaan overigens door zijn staatssecretaris, dat die deze 8 jaar te weinig een verantwoordelijkheid hebben genomen. Ik denk dat u weet wat er dan gebeurt in een normale democratie, dan gooit u niet buiten. Hè? Dan zegt u het vertrouwen op. Georganiseerd is, we moeten de strijd tegen de fiscale fraude veel beter voeren. Mevrouw Genet, antwoord u eens op de vraag, u hebt de verantwoordelijke laten betalen. Ze zijn niet uit de regering gestapt, dat heb ik vastgesteld, maar ik denk wel dat terwijl met een andere partij in de regering toch maakte om de strijd tegen fiscale fraude. We hebben ook wel een aantal belangrijke dingen binnengehaald, denk ik. De fiscus is verpolitiseerd, waardoor is het ontstaan? Cooperfin, Copernicusplan, ruzie tussen de MR-minister en de PS-directeur en 12 klachten van topambtenaren. Dit is gebeurd, men moet stoppen met het verpolitiseren van de belastingen. Ja. Nog één voorbeeld zal ik wel geven. Ondernemingen. Ondernemingen betalen in België, in Vlaanderen, 4,2 miljard euro belastingen. Ja. Wij geven die terug met verpolitiseerde subsidies voor 2 miljard euro per jaar. Wij kunnen zelfs daardoor de ondernemingen zeggen, we gaan gewoon hun belastingsvoet tot de helft herleiden zonder die verpolitiseerde subsidies. Meneer De Dekker, want ik wil even dringend naar een momentje. Bijvoorbeeld in de we gaan naar Maggie de Blok. Meneer De Dekker, moment. We gaan naar Maggie de Blok, want dat lijkt mij zeer relevant. Het gaat over Didier Reinders, de goede vriend van uw premier Verhofstadt. En die heeft heel wat verknoeid op financiën. Ja, wat zeg ik nu? Ik vind wel dat er het een en ander scheef gelopen is en dat we inderdaad vinden dat de belastingen op een betere manier moeten geïnd worden. En is maar hij de discussie daar, daar aan tafel, wel, hij is de verantwoordelijke minister, maar dat was zo goed aan de partij voor mevrouw Genet, die de begrotingsminister had, om dat aan de kaak te stellen. Hè. Ik heb dat daar niemand horen zeggen, ook niet de CD&V, en die waren nogthans zeer wakker en alert als het om belastingen. Ik wil hetzelfde vragen aan de professor. Er zijn fraude-experts die beweren dat het dysfunctioneren van het ministerie van Financiën, dat dat eigenlijk opzettelijk is. Ik ben het daar niet mee eens. Nee. Ik denk dat ons ministerie van Financiën, dat heb ik al vroeger ook al gepubliceerd, heeft geleden aan datgene wat Daniel Moynihan ooit in de Verenigde Staten genoemd heeft, benign neglect. Namelijk een soort zachte verwaarlozing. Ja. En het probleem is het volgende, en meneer De Dekker heeft op dat punt gelijk, dat is dat zachte verwaarlozing was niet erg zolang dat het ministerie van Financiën politiek ongemoeid werd gelaten. Maar dat is onder deze regering niet geweest en men heeft dus het ministerie, of althans de top van het ministerie, gepolitiseerd en dat is voor het functioneren van het ministerie funest geweest. Ja. En dat onder de nieuwe politieke cultuur? Ja, wel, meneer Van Essendaal verwijst naar Amerika. Ik heb een zoon die in Amerika woont. In
januari haalt hij zijn belastingformulier van het internet, vult dat in, stuurt dat elektronisch door en voor de 1 februari staat zijn geld dat hij moet terugkrijgen op zijn rekening. Dat is perfect mogelijk, dat kan hier ook, maar we hebben dus 8 jaar achter terug waarin de hele pers, de helft van de politieke klasse voortdurend heeft gezegd dat het niet werkt, dat het niet marcheerde op het ministerie van Financiën en dat is niet zo. Is dat niet de conclusie voor u, mevrouw Gené, dat u een beetje te mild is geweest voor de minister van Financiën? Ik denk als er één iemand vanuit het parlement echt wel die dysfuncties bij Financiën heeft aangeklaagd, dat de SPA-fractieleider Dirk van der Malen is. We hebben ook een aantal dingen kunnen rechttrekken, datamining. We hebben ook gezorgd dat de strijd tegen de fiscale fraude eindelijk een klein beetje van de grond is gekomen. En we hebben ook deze legislatuur al een crisismanager gevraagd op Financiën. We hebben een crisismanager gevraagd op Financiën bij monden van onze eigen vicepremier. Als ik daarnaast zit, dan zeg ik toch, hey Didier. Als ik bevoegd minister was geweest, dan had ik dat wel gedaan, maar iedereen moet daar de hand in eigen boezem steken. Je had hem ook kunnen vragen natuurlijk om een stap opzij te zetten. Maar het is de politicus die zijn verantwoordelijkheid moet nemen en die verantwoording moet afleggen aan zijn kiezers. Goed, nog even om af te ronden, hoe lossen we dat concreet op? Iedereen kent nu de grote problemen, crisismanager, een aparte functie. Maar het systeem van de vlaktax alleen lost dit op. Je kunt gaan, wat is een vlaktax? Wij zitten nu met ongeveer 600 verschillende soorten belastingen, alleen al. We hebben je belastingsbrief al bekeken, je moet universitaire studies gedaan om het tegenwoordig te kunnen invullen. Heb je vlaktax, je stopt dit. Je kunt gaan tot 1/5 van je personeel, wat dat de fiscus betreft, daarin. Dit alleen al zou het oplossen, zou Hans dit kluwen al weghalen, zou de verpolitisering ook van de belastingstelsels gaan weghalen. We zijn aan conclusies toe, professor De Vos. De huis- en tijdse vraag, wat hebben wij vandaag geleerd? De vlaktax is een wondermiddel. Volgens meneer Dekker wel, volgens sommige specialisten ook en voor anderen dan weer niet. Ik hoop dat er straks op antenne een zeer vrolijk programma is, want van deze discussie wordt het niet. Onze belastingen zijn veel te hoog, al lijkt er niet echt veel ruimte te zijn om die nog te verlagen, want dan moet je stoeien in de overheidsuitgaven. Onze belastingen zijn verschrikkelijk ingewikkeld, maar een vlaktax lijkt dan geen oplossing te zijn volgens sommigen, omdat dat een sociaal bloedbad aanricht. Je kan ook heel moeilijk andere kapitalen belasten, want die zijn zo vluchtig en dat moet je voor een stuk bij neerleggen. En er is niet genoeg geïnvesteerd in de administratie die het allemaal goed moet oplossen, want die is verwaarloosd. Ja, dus er wordt niet vrolijk van. Is daarvan gezegd, het zacht verwaarlozen. En als het, is er niet meer dan dat, vraag ik mij. Ik weet het niet, maar in elk geval, er wordt in vandaag heel veel gediscussieerd over terugverdieneffecten als je belastingen verlaagt. En dan krijg je meer activiteit en dus komen er inkomsten naar de overheid. Misschien is een van de belangrijkste terugverdieneffecten wel fors investeren in de belastingsadministratie. Misschien verloopt het dan wel heel erg correct en krijgen we op die manier belastingen binnen die aan de huidige tarieven worden gegeven. Want ook hier, net zoals gisteren, rechtvaardigheidsgevoel is belangrijk. En vanmiddag nog op de radio een ambtenaar die zegt, belastingen worden bij ons niet correct. Absoluut, en dat het onrechtvaardigheidsgevoel bestaat precies bij belasting is heel erg belangrijk. Dat geldt ook voor justitie. Een staat is maar geloofwaardig en de mensen zullen maar het gezag van die overheid accepteren. En niemand kan zorgen voor recht en orde. En indien het gevoel heeft dat de belasting correct gegeven wordt en dat de lasten over iedereen gelijk verdeeld worden. En dat is nu helaas niet het geval. Bedankt, professor. Oké.